Yves Leterme is al gemeenteraadslid in Ieper sinds 1994, maar nu wil hij dus burgemeester worden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober staat hij helemaal bovenaan op de lijst van het kartel CD&V-NVA, na aandringen van zijn partij. Die vraag is gekomen en ik heb ja gezegd. Het was niet uw eigen keuze? Nee, er is een uitdrukkelijke vraag gekomen. Ook de huidige burgemeester heeft aangekondigd dat hij ermee stopt. En de vraag van de militanten, de bestuursleden, de mandatarissen ook was dat ik de leiding zou nemen van de lijst wat ik ga doen. Leterme is momenteel adjunct secretaris-generaal bij de OESO. De volgende 2 jaar zit hij nog vast in Parijs. Mocht hij tot burgemeester verkozen worden, dan zal een partijgenoot hem voorlopig moeten vervangen. Is dit geen kiezersbedrog? Het is absoluut geen kiezersbedrog. Wij melden het heel duidelijk aan de Ieperlingen. Het is net zoals een minister burgemeester is of een Europees commissaris. Ik zeg vooraf dat ik de ambitie heb om burgemeester van Ieper te worden. Maar dat effectief, ook mijn woord in Parijs, die belangrijke internationale functie, dat ik dat wil volleindigen. In Ieper zien ze Leterme graag komen, al hebben sommigen toch hun bedenkingen. Parijs is een toeristische stad. Ik kan er misschien daar iets van leren ook, om hier te pas te brengen dan. Ik denk dat hij toch moet kiezen. Dat is een stad en Parijs. Ik denk dat hij toch zijn volk kan inzetten als hij enkel één hand te vervullen heeft, denk ik. De volgende jaren zijn heel belangrijk voor de nieuwe burgemeester van Ieper. Onder meer met de herdenking van 100 jaar Wereldoorlog 1.